Soms voelt het net alsof de cryptomarkt jouw portfolio gewoon haat. Alsof net nadat jij instapt de markt tegen is gekeerd en elke keer als een crypto hard stijgt, jij weer niet degene bent die hiervan mee kan profiteren. Dit noem ik ook wel het leven van de cowboy-investeerder. En het is daarbij ook de grootste reden waarom ik zelf jarenlang geen rendement kon maken en overgenomen werd door mijn emoties in het investeren in crypto. Vandaag leg ik je uit wat de cowboy-investeerder is en hoe je van cowboy naar kalme investeerder kunt gaan. We hebben afgelopen februari namelijk een portfolio opgezet en toen hebben we 150.000 dollar in de markt gestopt. En ik wil even aan de hand van dit concrete voorbeeld uitleggen hoe het kan gaan op het moment dat je behandelt als een kalme investeerder versus een cowboy-investeerder. Kijk, wat je nu ziet is dat als we gaan kijken naar de highs van de portfolio, dan zie je het niet helemaal goed, want de data is niet perfect. Maar deze portfolio die stond recentelijk op een high van ongeveer 226.000 dollar. Nou, dan kun je zien dat ook al als we naar de 30 dagen gaan, dat we dus recentelijk van al 188k helemaal doorgezakt zijn naar 163k op 14 mei. Dat gebeurt dan in een maand tijd. En als we gaan kijken naar de portfolio zelf, dan zien we dus gewoon een diepere correctie plaatsvinden. Maar wat was ik aan het doen in deze periode? In plaats van dat ik in deze periode. Angstig werd en het enorm moeilijk ging hebben als een cowboy-investeerder waar ik eerst was, had ik juist geduld en vertrouwen in mijn investeringen. En tuurlijk, je kent het wel, je moet geduld hebben met je beleggingen. Echter, is het niet iets wat je hebt of niet hebt. Het gaat erom hoeveel geduld je hebt. Wat ik namelijk gedaan heb als kalme investeerder in deze periode is, in plaats van dat ik juist wilde verkopen, heb ik steeds bijgekocht in de afgelopen periode. En hier zie je allemaal buying targets hier staan van projecten. En momenteel staan sommige, misschien wel zelfs de meeste van die projecten, nog steeds een klein beetje onder water. Maar omdat ik vertrouwen heb in mijn selectie van projecten en geduld heb met het uitspelen ervan, kan ik deze beslissingen gewoon maken. En maakt het me niet super veel uit dat het portfolio momenteel in een kleine downtrend zit. Als je dus een echte kalme investeerder wilt zijn, dan moet je dus geduld hebben met je beleggingen. Echter is geduld, in tegenstelling tot wat misschien mensen zullen denken, niet iets wat je wel of niet hebt. Het is namelijk veel belangrijker hoeveel geduld je nodig hebt. Misschien heb je wel eens gehoord van de marshmallow-test. Hierbij was er een experiment met kinderen en die kregen een marshmallow voorgeschoteld. Als ze vervolgens een periode wachten, dan kregen ze nog een marshmallow. En de kinderen die konden wachten op de extra marshmallows. En dus hun geluk konden uitstellen, waren later meer succesvol in het leven. Echter geeft deze test een helemaal verkeerd beeld. Want het is namelijk niet zo dat je geduld hebt of niet. Maar het gaat erom hoeveel geduld je hebt. Hoe lang kun jij wachten op die volgende marshmallow? En dat is juist de vraag die je wilt beantwoorden. En als je dan gaat kijken naar investeren, om het even praktisch te maken. Dan bestaat dit dus uit een onmenselijke hoeveelheid geduld. Omdat je letterlijk tijd voor je moet laten werken. Een feit wat weinig mensen weten is dat je praktisch kunt garanderen dat je miljonair wordt met indexfondsen met maar 500 euro per maand. Klinkt goed toch? Alleen hetgene wat mensen niet weten is dat het wel met 10% per jaar en 2% inflatie eventjes 33 jaar duurt voordat je er bent, waarin je dus consistent saai moet gaan bijleggen elke maand. En dat is juist hetgene waar het om draait in investeren. Geduld. Om het nog concreter te maken hoe geduld eruit ziet in de cryptomarkt, ga ik eventjes de Atom-grafiek erbij pakken. Want ik had namelijk een paar ochtenden geleden iemand gesproken in onze premium-omgeving. En die had een specifieke strategie geïmplementeerd voor het krijgen van airdrops. Hij had namelijk een crypto gekocht genaamd Atom, oftewel Cosmos. En als je al langer meegaat in de cryptomarkt, dan weet je dat Atom-stakers af en toe airdrops krijgen voor het steken van hun tokens. Nou, zelf steek ik al ruim twee jaar lang Atom. En heb ik onder andere een. Celestia en Dimension Airdrop gehad. Beide waren echt bizar goed. Celestia was zelfs een airdrop die zo groot was dat mijn volledige steek keer drie op de high eruit gekregen. Celestia was zelfs zo'n goede airdrop dat als ik hem vastgehouden zou hebben, dat ik vier keer mijn investering eruit zou kunnen hebben. met alleen die ene airdrop. Echt eerst, dit is een strategie die ik letterlijk twee jaar geleden heb ingevoerd. We zagen toen. In de bullmarkt dat enorm veel mensen airdrops kregen. Ik startte met de strategie en vervolgens begon daarna een hele lange bearmarkt. We zijn daarna bijna twee jaar verder geweest voordat de Celestia airdrop daadwerkelijk kwam. En dat betekent dus dat je letterlijk twee jaar moet wachten om een resultaat te krijgen van een investering. Maar. Zelf had ik eigenlijk mijn investering zelfs nog wat langer uitgepland. Mijn verwachting was namelijk, oké, okay, als ik nu ga steken, dan wil ik over vijf jaar, wil ik daar meer rendement uit kunnen halen. Dus tuurlijk ben ik dan degene die over twee jaar een celestia airdrop krijgt op het moment dat er bijna niemand bezig is met die daadwerkelijke aarddrop. En natuurlijk ben ik dan degene die een grote celestia airdrop krijgt. En dat komt vanwege het volgende concept, wat ik je even kort wil uitleggen. Je verdient namelijk pas echt geld wanneer andere mensen niet investeren en jij wel investeert. Dus stel je voor, jij hebt een zak met geld en die zak met geld wil je gaan investeren. Dus hier heb je je zak met geld en je denkt: "Oké, okay, ik ga zoeken naar de beste investeringskansen." En dan zou je bijvoorbeeld kunnen zeggen: "Joh, met hoe het globaal gaat met monetair beleid, lijkt het mij een goede investering om te investeren in Bitcoin." Oké, okay, nou, volgens dan investeer je in Bitcoin, maar echter ben jij niet de enige die weet dat bitcoin op dit moment een goede investering is. Dus dan heb je misschien een redelijk mooie investering gemaakt. Alleen het echte geld zit hem op het moment dat jij investeert in iets wat jij wel kunt zien, maar wat andere mensen nog niet kunnen zien. Dus als je nou echt een kalme investeerder bent, dan weet je dit. Want je moet namelijk gelijk hebben wanneer de rest het compleet verkeerd heeft. Dat is wanneer je echt geld gaat verdienen. En dit is dus waarom je vaak de cycli ziet in de markt. Waarbij er bijvoorbeeld ineens superveel geld naar memecoins gaat. Dus Dan iedereen. Oh, er is veel geld te verdienen in memecoins. Ik ga nu in memecoins investeren. Maar dan gaat de massa daar al heen. Dus dan is het niet hetzelfde. Als, net hetzelfde als bijvoorbeeld met die Bitcoin-investering. En hetgene wat jij uiteindelijk moet doen als je geen cowboy-investering meer wilt zijn. is dat je zoekt naar die investeringen. Waarbij je dus weet, oké, okay, hier kunnen wij nu in investeren. En dat kan heel groot worden, maar niemand is er nog mee bezig. Je moet, uiteindelijk moet je gaan spelen naar daar waar de bal nog moet zijn en niet waar de bal al is geweest. En dat is exact hetgene wat ik fout heb gedaan toen ik nog begon met beleggen. Want toen ging ik ook telkens maar achter een narratief aanrennen. En ja, ik ben er niet perfect in. Soms dan heb ik ook nog gewoon een fout dat ik bijvoorbeeld uh, met meme coins dat ik het zelf wilde gaan proberen. En toen merkte ik gewoon, oh, ik was eigenlijk te laat en dan maak je soms gewoon verlies. Maar het fundamentele principe voor mij blijft precies hetzelfde. Dat ik namelijk wil investeren in dingen waar andere mensen het nog niet kunnen zien en ik het wel kan zien. En dat is waar mijn investeringsfilosofie vooral om draait. Het laatste verschil tussen de cowboy en de kalmere investering is strategie. De cowboy-investeerder zoekt namelijk altijd naar de perfecte strategie. En dat deed ik vroeger ook, maar. Het is dat gevoel dat je steeds naar meer bronnen van informatie gaat zoeken, meer YouTube-video's kijkt, meer interviews wil kijken. En dan zie je dus dat de ene YouTuber bullish is, de ander bearish. En na het bekijken van zoveel verschillende video's weet je eigenlijk helemaal niet meer wat je moet doen. En dit is typisch het cowboygedrag. Want je zoekt namelijk naar de perfecte strategie, alleen bestaat die strategie simpelweg niet in beleggen. En ik, laat ik even zien hoe dit uiteindelijk in werking komt. Kijk, heel simpel gezegd. Zou je kunnen zeggen dat je een soort progressiebalk hebt? Hè? En als jij dus begint met, met beleggen, dan zou je dus kunnen zeggen dat je een uh, price action trader wilt zijn, bijvoorbeeld. Nou, dan ga je naar een kanaal toe, dan zeg je: oké, okay, deze mensen die, die traden price action. Nou, hier zit jouw grens voor winstgevendheid. En je hebt maar een bepaalde hoeveelheid tijd die je kunt spenderen. Vervolgens is de volgende persoon is een hoddler. Dus die hoddler die zegt: oké. Okay, nou, je moet gewoon hoddelen, je moet uh, elke keer dat je een, een belegging maakt, moet je die zo lang mogelijk vasthouden en dan gewoon ni niet meer naar nou omkijken. Nou, hier zit ook, hier ergens, je winstgevendheid. Vervolgens ga je een andere persoon vinden, misschien vind je ons, en wij handelen meer als actieve beleggers. Dus het is een soort combinatie van het doen van technische analyse en tegelijkertijd het vasthouden van investeringen waar je veel vertrouwen in hebt. Nou, laten we zeggen dat je dan voor de actieve beleggers, dat je ook hier ergens jouw winstgevendheid hebt zitten. Vervolgens ga je netjes alle content bekijken, alle strategieën bekijken en ga je misschien zelfs jezelf ontwikkelen in deze facetten. Alleen hetgene wat je niet realiseert is dat alle strategieën werken op het moment dat je er genoeg tijd en moeite in stopt. Dus misschien word je heel goed in hoddelen, maar net niet goed genoeg om daar daadwerkelijk die grens, hè, die hier zo zit, van winstgevendheid te behalen. En dit is dus de illusie. Als je een kalme investeerder bent, dan weet je dit. En dan verpest je dus niet je tijd met het bekijken van 100 verschillende visies over de markt. Maar kies je juist één tot maximaal drie bronnen of strategieën uit. En dan pas voer je die uit. Dat is in mijn opinie de kalme investeerder. Want het feit is dat je, als je bijvoorbeeld de afgelopen vijf jaar, gewoon elke maand 100 euro Bitcoin en Ethereum hebt gekocht, dat je waarschijnlijk er nu stukken beter bij hebt gezeten dan hoe je er nu bij zit. Ik zou je nog een voorbeeld geven met een strategie. Die super simpel is uit te voeren, zodat je het volledig leert begrijpen. Kijk, stel je voor, um, je wilt de markt uitperformen. Nou, dat kan je doen met een super simpele strategie, die wij in de praktijk hebben opgesteld en getest, die enorm simpel is, maar hij is enorm simpel in de theorie. Alleen in de praktijk is hij super lastig. De strategie waar ik het over heb is de Fear and Greed Dollar Cost Average Strategie. Wat je dan kunt doen, is dan kun je naar een website genaamd alternative.me en daar heb je de fear and greed index. Dit is een cijfer die wordt gegeven over of de markt in extreme greed zit of in extreme fear zit. Nou, je weet wel, als er angst in de markt zit, dan wil je waarschijnlijk kopen. Als er hebzucht in de markt zit, dan wil je waarschijnlijk verkopen. Oké. Okay. Maar als je nu een strategie daaromheen zou bouwen, dan zou je dus willen kopen in angst en verkopen in hebzucht. Oké. Okay. Nou, hier heb ik dit uitgetekend, een normale dollar cost average strategie. Dan zou je elke week zou je bij kunnen kopen. Dus wat hebben we hier gedaan? Uh, we hebben sorry, elke maand hebben we getest wat er zou gebeuren op het moment dat je zou inkopen met de normale dollar cost average strategie en met de aangepaste fear and greed dollar cost average strategie. Nou, je hoeft niet heel ver te kijken op deze grafiek, anders dan om te zien dat je met de blauwe rondjes die we hier zo zien, waarschijnlijk veel betere inkoopmomenten hebt. Zie je dat? Hier heb je een supergoed inkoopmoment. Hier zit je precies op de low. Hier zit je weer op een perfect inkoopmoment. En hier zie je gewoon elke keer, elke maand ben je aan het inkopen. Zie je dat? Dus als je dan gaat kijken naar deze strategie, dan zie je dus dat die super simpel is om uit te voeren. In theorie, maar in de praktijk helemaal niet. Want soms moet je namelijk tijdens een bullmarkt, als je even goed kijkt, hè, wel bijna twee jaar wachten voordat je mag inkopen. Dus stel je voor, hier dat ik voor het laatst ingekocht en hier dat ik voor het laatst ingekocht. Dan denk je, oh oké, okay, nou ik ga gewoon weer inkopen wanneer de Fear and greed index laag staat, onder de 14 was specifiek de strategie die we toen hanteerden. Dan zou je dus na dit instappunt in een boelmarkt 252 dagen moesten, moeten wachten voordat je je volgende instappunt hebt. En dan is het dus super simpel om uit te voeren. Maar in de praktijk is het enorm. Lastig. En dan kom je eigenlijk bij het laatste bonusverschil, wat ik vandaag met je wil delen, en dat zijn emoties. Cowboy-investeerders zitten namelijk vol met emoties. En ze hebben constant het gevoel dat ze moeten verkopen als de markt in het rood staat. En moeten kopen wanneer iedereen juist in winst staat. En dit soort strategieën kunnen je, kun je erbij helpen. Maar ook bijvoorbeeld als je gewoon een daadwerkelijk plan hebt. En laat me hier een kort verhaal over vertellen. Vier weken geleden deelde ik. Mijn exit-strategie met de Premium Discord Community. Dat deed ik in een live-sessie. En sommige van jullie die nu deze video kijken. hebben ook die sessie meegemaakt. En wees nu eens eerlijk: met jezelf. heb je al een exit-plan voor jezelf gemaakt? Eh? Want je bent nu aan het kijken naar een video. en je bent daar blijkbaar dus mee bezig. En een exit-plan is eigenlijk het belangrijkste wat je maar kunt hebben. als je investeert in crypto. En het antwoord is hoogwaarschijnlijk: nee. En. Voordat je jezelf gaat schamen, dit is juist de reden waarom je kunt winnen in de markt. Want als je namelijk ziet hoe weinig mensen daadwerkelijk de focus leggen op het doen van de moeilijke dingen die je leven versimpelen, dan zie je in hoe makkelijk je kunt winnen in de markt en eigenlijk ook gewoon in het leven. Als je minder emoties wil ervaren, dan moet je dus meer ervaring opdoen over je strategie en dus ook accepteren dat de perfecte strategie niet bestaat. Want als je nou bijvoorbeeld gaat kijken naar deze supersimpele fear and greed dollar cost average strategie, dan zul je zien dat het ideaal is omdat je exact weet wanneer je moet instappen. Maar daarnaast is het emotioneel misschien heel lastig om uit te voeren. En sterker nog, als je bijvoorbeeld gaat kijken naar recente prijsactie, heb je hier super vaak kunnen instappen en daarna, toen de momentum begon te switchen, heb je eigenlijk bijna geen tijd gehad om in te stappen. Dus er zitten ook gewoon nadelen aan de strategie. En zolang je dat blijft accepteren en gewoon je plan blijft volgen, is er niets aan de hand. En is je plan niet goed of past die niet bij hoe je je emotioneel in de markt wilt voelen? Dan pas je hem gewoon aan. Je hebt namelijk letterlijk nog makkelijk 20 jaar investeren voor je liggen. Dus in tegenstelling van wat mensen misschien je willen verkopen. is er geen haast om te beginnen met beleggen. En wil je hier meer over leren? Check dan onze gratis cursus Beursbeginners. En als je onze Premium Discord wilt joinen samen met alle andere kalme investeerders, waar we al onze updates en de portfolio transparant één op één delen, dan kan je dat doen met de link in de comments. En dan zie ik je in de volgende. Ciao, ciao.